wat niet kan. Het is wel een beetje plat gedrukt, maar dat maakt niet uit. Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Yannick en als je mij nog niet kent, dan zou ik in ieder geval even kort voorstellen. Online ben ik bekend als Papa Shanky. Ik heb een YouTube kanaal waarin ik papa dagvlogs deel. En op Instagram deel ik heel veel humoristische filmpjes. Ik ben dus gevraagd door Action Nederland om een leuke video shoplog te gaan delen met jullie. Nou, het mooie weer komt eraan en het wordt zonnig. En wat is nou leuk voor mannen om zich op te focussen? Juist barbecue. Nou, voordat ik verder ga, wil ik nog eventjes jullie laten weten. Zorg dat je even abonneert en de video liked. En als je de notificatie aanzet, dan ben je op de hoogte van wanneer een video van Action Nederland weer vrijkomt. Ik zou zeggen, we gaan beginnen. Nou, achter mij zie je heel veel kussentjes. Ja, die zijn niet door mij gezet. Een heel mannelijk videootje, maakt niet uit. Die zijn door mijn vrouw gezet. Ik heb hier een tas van Action. Zit vol met spullen. Voor spullen die je in mijn optiek nodig hebt om een barbecue te beginnen of bij een barbecue nodig hebt. Komt die aan. Oké. Een Action tas. We beginnen met spullen die je nodig hebt om het vuur aan te maken. Dus we hebben, om te beginnen, kokosnoot. Briketten. Nou ja, je kent natuurlijk de normale briketten en houtskool, maar dit is met kokosnoot. En er zitten, in kokosnoten zitten de vezels. Er zitten speciale vezels en die zijn heel makkelijk om een vuur te beginnen. Nou, ideaal. En daarbij heb je ook nog een fire starter nodig. Een fire starter, zoals je het hier ziet. Nou, wat de bedoeling hiermee is, je ziet hier de bodem. En hier zie je nog een stuk van ja, ruimte wat je hebt. Je zet hem zo op de barbecue. Nee, niet op de deksel, nee, gewoon waar de kolen komen. Hieronder komt eigenlijk hetgene wat je ervoor nodig hebt om het vuur te starten. En hier komen dus de kolen in. Nou, ideaal. En dat gaat heel snel. Dan hebben we natuurlijk om het vuur mee aan te maken. Dat hebben we aanmaakblokjes en je hebt verschillende. Je hebt ook, dit zijn eigenlijk, even kijken. Nou, het is geproduceerd met natuurlijke materiaal. En het is heel erg ideaal, want je hebt ook die witte blokken. Maar die zijn wat chemischer en ja, minder gezond. Dus dit is een hele goede optie. Dan, even kijken. Moet je natuurlijk ook zorgen dat je de barbecue schoon kan maken. Je kan vooraf, maar het makkelijkste is om de barbecue schoon te maken nadat je het net hebt gebruikt. En dan ga je dus alles, al het vet ga je eraf schrapen. Want als het net aan is gegaan en je hebt de barbecue niet meer nodig, is het nog goed heet om het af te schrapen. Wacht je een dag daarna, of wacht je even later om het schoon te maken, dan wordt het wat moeilijker. En dan moet je echt goed gaan schrobben. Dus zorg ervoor dat je je barbecue schoonmaakt met een mooie handige barbecue borstel. En doe dat gewoon echt net nadat je klaar bent met barbecuen. Yes, de volgorde gaat niet echt juist, maar dat maakt niet uit. Dan, even kijken, een handschoen. Een barbecue handschoen. Nou, het heeft in ieder geval, het is hittebestendig. Het is hittebestendig. Natuurlijk moet dat wel, want als jij dus die met de briketten het vuur gaat starten, dan heb je wel een handschoen nodig. En je wil jezelf niet gaan verbranden. Zorg ervoor dat je het in ieder geval altijd gebruikt. Niet alleen om het vuur te starten, maar ook gewoon als je de barbecue open doet of je gaat eventjes iets verplaatsen. Handschoen aan. Veiligheid gaat voorop. Dan, even kijken, de tangen. Even kijken, ik ga ze zo. Dan even, hoppakee. Dit is een set. Een set met tang en een spies om het vlees mee te pakken, te grijpen eigenlijk. En om te draaien of op een bord te zetten. En dan heb je natuurlijk een soort van spatel. Ideaal. En je hebt ook nog een kartelrandje om iets mee te snijden. Ik zou zeggen, een makkelijk set. En ideaal om erbij te hebben. En dan verder. Wat niet kan, het is wel een beetje plat gedrukt, maar dat maakt niet uit. Zo, we hebben het over een grillschaal. Stel je hebt wat zalm en je wilt niet dat het vast gaat plakken aan de grill, een grillplaat, dan heb je een mooi het aluminium grillschaaltje. En ja, er zitten ook nog gaatjes in, zodat de lucht en de rook, als je het in de barbecue zet, dat het er mooi inkomt en dat je niet de smaak gaat verliezen. Yes,
heb ik in ieder geval heel veel nodig. En dan hebben we het over de kruiden. We hebben hier een barbecue smoky scrub. En wat is nou een scrub? Een scrub is gewoon het is een kruidenmix die je dan gebruikt voor een groot stuk vlees. Dus het kan zijn een kip, het kan zijn een stuk buikspek van een varken of een groot stuk rundvlees. Je wil pulled pork maken, wat dan ook. En dit is eigenlijk een soort van droge kruidenmix die je dan eroverheen wrijft. En die kan je dus mooi ideaal gebruiken voor op de barbecue. Dus een goede, lekkere barbecue kruidenmix heb je echt nodig. En dan hebben we de marinades. Het laatste wat ik heb. Je hebt verschillende marinades. Hup. Je hebt een marinade voor hamburger. Dat vind ik heel erg lekker. En het is gewoon een soort van saus. Maar je kan het ook over de hamburger met een kwastje smeren. Je krijgt nog extra smaak aan. Dan heb je voor steak en de barbecue. Nou, de barbecue smoky. Het zegt het al, het is een gerookte barbecue smaak en dat geeft het zo. Dat maakt het vlees zo lekker. En je kan het ook met de sperp kan je ook tijdens het bereiden, kan je dus ook weer met een kwastje kan je er overheen, zodat er nog meer smaken erbij komen. En maar natuurlijk een van de lekkerste. Ja, dan heb je natuurlijk de steaksaus, die staat er gewoon lekker ernaast. Zet je op je bord. En ja, het zijn gewoon drie sausen die je gewoon wel echt nodig hebt tijdens een barbecue, op zijn minst. En daarnaast heb je nog heel veel variaties met sausen. Maar dit zijn de belangrijkste items die ik voor het beginnende barbecue nodig heb. En als je nog iets hebt waarvan je denkt van, oh, dat kan echt niet missen bij de barbecue, zet het even in de comments en laat het even weten. En voor nu zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken naar deze action video, de korte shoplog van mij voor het barbecuen. En ik hoop dat je de video leuk vindt. Doe een duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent op Action Nederland, doe dat dan even. Ben je benieuwd naar mijn kanalen, Papa Shanky, op Instagram of YouTube? Neem dan even een kijkje en zeg even gedag. Ik antwoord altijd. Dankjewel voor het kijken en tot snel. Doei!